Komt het dus hierop neer. Dus als jij zeg maar zoiets tegenkomt, dat is eigenlijk al mooi. Maar als mensen dat anders vinden? Ja, dus in de basis is het een prachtige woning. Ja? Een goed huis. En mensen hebben mooie spullen gekocht. Dus een mooie bank, een mooie tafel. Alleen het mist samenhang. Ja. Je mist het geheel, zeg maar. Ja. Dus door toevoeging van... Door gebruik te maken van een aantal middelen... kan je het woonplezier vergroten. Ja. Dus nieuwe gordijnen, een ander vloerkleed... andere indeling, andere opstelling van meubels. Ja. Kijken naar... bestaande meubels, wat voor kleuren hebben die? Wat kan je eraan toevoegen om het één geheel te maken? Ja. Dus met relatief weinig middelen kan je toch een groot resultaat bereiken. Ja. En dan ben je... In feite is dat maar een fractie van hetgeen wat ze eigenlijk kwijt waren voor de totale inrichting. Neem ik aan. Ja, van de oude. Hoe bedoel je dat? Nou, dat is zeg maar een... omdat je zeg maar met de bestaande... wat aangeschaft is, in feite al een beter... resultaat. Ja, en soms heb je iets van design gecombineerd met iets van de IKEA. Ja. En dat hoeft er dan niet eens uit te zien als IKEA. Juist die combinatie maakt het dan weer sterk. Ja. Kleur. Ja. Zo'n delta. Je hoeft niet €2000 voor gordijnen uit te geven. Nee. Je kan ook standaard gordijnen kiezen. En daarmee aan de slag gaan. Ja, hangt van de functie van de gordijn af. Ja. Soms is gordijn sier. En soms is gordijn echt een gordijn. Ja.